Schaatser Kjeld Nuis heeft goud gehaald op de Olympische Spelen. Hij groeide op in Zoeterwoude en zijn ouders wonen daar nog steeds. Familie, vrienden en dorpsgenoten verzamelden zich in Café de Meester om zijn gouden race op de 1500 meter te bekijken. Waren jullie nou ook al blij geweest met zilver? Ik was blij geweest met een plak. Maar toch. Dolgelijk met een goud. Echt geweldig. Ja, heel erg mooi. Ja, die is mijn broer. En dat had ik echt niet durven dromen dit. Dit was echt zo gaaf om mee te maken. En ik dacht vanmorgen nog van, als dit uit zou komen, dan ga ik dit doen en dat. En dan, maar als het helemaal zo ver staat, het is zo spannend en het is zoveel emotie ook en zo dat er naar uitkomt. Dat is echt, dit had ik echt niet durven dromen. Dit is echt zijn droom al sinds hij kind is. En dat het nu uitkomt, dat is echt, ik heb er echt geen woorden voor. Nee, echt niet. En dan is Kjeld de gedoodvaardigde favoriet. En dan moet je het wel waarmaken. En dat deed hij waanzinnig goed. Waanzinnig goed. Ja, dus kikken. Helemaal geweldig. Het café is tijdens de Olympische Spelen omgebouwd tot IJspaleis de Meester. Alle Olympische schaatsafstanden worden er uitgezonden en bezoekers kunnen gebruik maken van een lunch of ontbijt. We hebben dagen gehad dat er 3 mensen zaten en dagen dat er 40 zaten. En vandaag is een toppertje. En extra mooi dat de familie van Kjeld ook is vandaag. Ja, dat is een eer. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. Ze hadden met de sportavond wel gezegd dat ze niet wisten of ze zouden komen omdat ze het zo spannend vinden. En dat heb ik net ook beleefd. Je hebt nu pas in de gaten hoe spannend het is voor die mensen als je zo dichtbij staat bij die sporters. Maar dat ze dan hier de wedstrijd willen kijken, dat is echt heel gaaf. Ik vind het één groot feest. Ik heb echt getwijfeld om hier naartoe te gaan, omdat je toch in je eigen emotie wil zitten. Maar ik vind het zo heerlijk om het met elkaar te delen. En Zoeterwoude, een mooi dorp. We doen dat met elkaar en dat zie je nu ook. En mijn familie en mijn vrienden zijn hier ook allemaal. Ik denk 20 man sterk. En ik denk dat we hier met zo'n 100 man zijn. Ja, heerlijk, geweldig. Heel gaaf om mee te maken, want ik ben ook opgegroeid en de meeste mensen die ken ik ook allemaal. En mijn familie is er bij me opgenomen, mijn ouders, iedereen, vrienden. Nou, dat is echt, beter dan dit had je gewoon niet kunnen denken en dromen. Dus dat is gewoon, ik heb er geen woord. Het is echt heel gaaf om dit mee te maken. Het is echt ongelooflijk. Ja, dank je. En je hebt net zo'n gouden medaille hier bij de meester in de medailleslinger mogen hangen. Ja, heel gaaf. Nu ik het allemaal zo zie met al die grote namen dat mijn broer erbij hangt, dat is echt, het is echt een kroon op zijn werk. En dat vindt hij zelf ook. En ik kan echt niet wachten om hem echt straks te spreken. En dan straks ook in het echt te zien in Korea. Dat er nog echt live bij zijn, dat is voor mij echt een droom.